Nou, welkom in mijn was maar mooie paleisje. Zoals jullie kunnen zien is het niet meer wat het was. Dat ik hier ooit in ben gegaan, heb ik erg mijn best gedaan om het allemaal knap te maken. Heel mooi vloertje lag erin. En nu zit ik in dit. Dat was gisteren naar thuiskomen voor Kelly. 4 maanden werkte ze in Oostenrijk en daarom verhuurde ze haar huisje in die tijd. De huisoppas had het huis volledig uitgewoond en bovendien spullen gestolen. De vloer was er het ergst aan toe, had onder water gestaan en moest er per direct uit. Ook de badkamer is er slecht aan toe. Je ziet mijn tegels, het is er allemaal vanaf. De wc, het is nu redelijk schoon, echt waar. Je wilde er niet op zitten, zeg maar. Mijn wasmachine heeft tot zo'n laag onder water gestaan, dus vandaar dat hij ook ontkoppeld ligt. Die is hartstikke stuk. Hij kwam voor mij over als een zeer betrouwbaar persoon. Ja, dan verwacht je het niet. Wat je verwacht als je je deurtje open doet en er binnenkomt en er is zo goed als niks meer bruikbaar. Een muziekinstallatie weg, tv weg, nou, mijn internetmodem gesloopt, dat soort dingetjes. Pannen waar je niet meer uit wilt eten eigenlijk. Ja, niks. Kelly heeft destijds een contract opgesteld met de huurder en hoopt daar nog iets uit te kunnen halen. Morgen doet ze aangifte bij de politie. En ik hoop dat ik dus via wat spulletjes kan krijgen, zodat ik daar wel weer hier gewoon weer mijn huisje van kan maken. Dat er weer vrienden over de vloer kunnen komen, gewoon zoals het was. Ja, en dat hoop ik, ja.